kijkers. Mijn naam is Martijn en naast me zit... Floris. Floris. En wij zitten in een... Mini Cooper S, John Cooper Works. Mini Cooper S, John Cooper Works. En die laatste drie woorden, dat weten de kenners al genoeg. Dat is meestal een goede toevoeging. Zeker, klopt. Ja. Nee, het is een... ooit begonnen als een Mini Cooper S. Ooit begonnen als. Ooit begonnen dat als. Zijn de goede verhalen. Ja. En... de vorige eigenaar is die eigenlijk helemaal omgebouwd naar een John Cooper Works. Zoals je misschien ook kunt horen, zijn er nog wat andere dingen aangepast. Standaard. Ja, exact. Ja, eigenlijk is alles aangepast. De bumpers, de uitlaat, die is niet door John Cooper Works vervangen, maar door Rams uitlaat. De remmen zijn geüpgraded naar origineel John Cooper Works. Ja, die zijn flink groter hè, dan bij een S. Klopt. Precieze mate weet ik niet. Het zijn dezelfde remklauwen als op de M3 en M4 van de vorige generatie. Oké. Okay. Dat geeft even aan hoe groot ze zijn voor op een mini. Dingen, ja. Nou, daar zitten dan ook ABC, Yellowstuff remblokjes op. Dus het remt prima eigenlijk voor het vermogen. Dus dit komt jou vast ook bekend. De kijkers zien mij zo zitten, maar dat is hoe je in een mini naar het verkeerslicht gaat. Ja, klopt. De daklijn loopt lekker ver door. Ja. Ja, je hebt ook nog zo'n sticker die je op de voorruit kan plakken. Maar, zo'n groter loepje. Klopt. Maar het ziet er niet uit, vind ik. Het is, eigenlijk is die helemaal aangepakt. Hij voelt nu al lekker agressief en dan rijden we nog heel rustig in drive en mid-mode. Eigenlijk zoals die zou moeten rijden, vind ik. Zou moeten rijden, ja. Ja, het is... braver dan je denkt misschien een Cooper S, hè? Standaard. Klopt. Ja, dit klinkt weer zo lullig. Dat is het ook niet. Het is wel een sportieve auto, maar het is weer niet een GTI-achtig of zo in standaard vorm. Klopt. Ja, de standaard Cooper S die heeft volgens mij 192 pk, dacht ik. Ja, volgens mij wel voor OPF. Klopt. Maar hier zit ook geen OPF in. Dat hadden we al gehoord. Ja. En... deze is dan iets gekieteld. Deze heeft een 240 pk en 380 Nm koppel. Er zit software op maat op. Heeft ook vorige eigenaar allemaal gedaan in Duitsland. Dus preciezer weet ik er niet van verder. Maar hij rijdt eigenlijk heerlijk. Ik vind de standaard Cooper S, die vind ik er 1 wat te braaf uitzien. En 2, hij rijdt een beetje, een beetje als een oude trail, vind ik. Ja, ik ben ook... erg mini-liefhebber zoals je weet, maar ik zie het ook altijd als een soort lang canvas. Een standaard mini is gewoon toch wel een tikkeltje braaf of zo. Klopt. Het is wel leuk om te zien en leuke opties en zo. Je moet er wel een paar dingen aan vertimmeren om er echt een sportieve auto van te maken. Dat klopt, zeker. Dat is met deze aardig gelukt volgens mij. Zeker, ja. Wielen, zag ik ook anders? Ja, er zit een OZ Ultra Leggera velgen onder. Lekker licht. Klopt. Daar... zijn dan van die neppe centerlocks opgedraaid. Ja, dat hoort een beetje bij OZ-wielen toch? Een beetje van die Italiaanse bling. Ja, nou, ze hebben ze ook met OZ's interlocks er al in geïntegreerd, maar deze zijn er dan achteraf opgedraaid. En Michelin Pilot Sport 5 banden eronder. Ja. En daar heb je eigenlijk altijd wel voldoende grip mee, zowel op nat wegdek als... want standaard staat een mini ook gewoon op Touranza's of Cinturato's. Dat zijn maar echt gewoon van die tourbanden. Ja, klopt. Banden voor je moeder, zeg maar. toch? Ja, niet sportief. Klopt. Onderstel, dat is ook flink laag, zag ik al. Ja, hij is behoorlijk verlaagd. Hij kan die ook goed hebben. Zeker. Ja, standaard verlagen de meeste mensen hem wel met van die Aibach verlagingsveren. Ja. Nou, hier zit een... schroefzet onder van KW V2. Zij is in hardheid en in hoogte verstelbaar. En volgens mij kan die nog een stukje omlaag. Nou, dat is leuk als je voor de looks... Als je echt voor de Duitse plat op zijn bek look gaat. Klopt. Ja. Maar ik ben met deze auto nu 2 keer over de Nürburgring ging geknald. Ja. En dan is hij eigenlijk gewoon veel te laag voor. Want je rijdt door die compressie constant in de wiel... kasten, zeg maar. Op een gegeven moment is het gewoon niet functioneel meer. Nee, we hebben mijn banden ook al gemerkt.
Maar, het is allemaal plastic bij een Mini, hè? Het schuurt vanzelf weg. Klopt. Ja, het is weggeschuurd inmiddels. Ik had het gesmolten plastic op de deuren zitten. Oké, dan is het wel erg laag. Ja. En ja, in principe, zoals hij nu rijdt, is het perfect. Ja, hij is comfortabel als je gewoon op de snelweg rijdt. Als je dan bij ons in het dorp rijdt, dan op sommige wegen word je wel een beetje door elkaar geschud. Zeker, je verwacht het niet in een verlaagde Mini. Nee, zeker. Ja, bijvoorbeeld mijn ouders die iets comfortabelere auto's gewend zijn, hebben daar nogal iets commentaar op. Dus, Oké, boomer. Ja. Of mijn opa. Ja. Die zegt altijd dat hij het niet leuk vindt, maar ik denk toch wel stiekem dat hij herbeleeft zijn jeugd. Klopt. Ja. Er zit dus een remers uitlaat onder, die hoor je eigenlijk lekker aanwezig. Ja. Mag ook wel toch bij een JCW Mini. Klopt. Ja, ik kan hem ook nog dichtzetten, alleen... Doe je dat wel eens? Nee. De afstandsbediening heeft het ook afgelopen week even begeven. Ah, dat is nu je excuus thuis. Ja, dat is nu een excuus. Nee, maar de afstandsbediening is stuk. Klopt. Nee, dus hij blijft lekker openstaan. In principe. Ah, zo bij constante mee. Snelheid, inderdaad. Dat is niet dat je moord begonnen of zo. Ja. Klopt. En hij klinkt sowieso wat luider omdat ik ook geen achterbank heb. Er zit een soort clubsport. Al die vrienden moeten zichzelf maar meenemen. Klopt. Ja, die hebben pech. Ja, inderdaad. Ja. Er mag één iemand mee. Eén iemand mee. Dat zal voornamelijk mijn vriendin zijn dan. Maar die. Ja, vorige eigenaar die dacht: laat ik functioneel doen. En een strutbar achterplaatsen met een bagagenetje. Ja. En daarvoor de achterbank verwijderen. Het ziet er wel gaaf uit. Zeker, toch? Zeker. Ja. En is het je dagelijkse auto? Ja. Echt wel? Klopt. Dit is mijn dagelijkse auto. Ik had hiervoor had ik ook een Mini. R56, dat is van de tweede generatie, ja. Nieuwe Mini. Voor de kijkers. En ook een Cooper S, John Cooper Works. Het ding was ook helemaal aangepakt, ander onderstel, stage 2 gechipt, downpipe, intercooler. Alleen die motorblokken die zijn niet zeer betrouwbaar. Nee, daar, als je daarop gaat zoeken, ja. N14, N18, dan... Ja, dat had ik gelukkig wel een van de N18, helemaal eind 2013. Daar gaat iets minder stuk aan. Klopt. Ja, nog steeds een hoop. Ja, één keer goed stuk geweest vorig jaar. Dat leuk er ook meteen wel vanaf. Klopt. Ja, en toen kreeg ik hem niet meer van de oprit af. Oh. De bak was vastgeslagen of zo. Dacht ik, weet ik niet. Ik heb het laten repareren en het heeft me. Even, hier kunnen we in sport. Ja. Deze in sport zo. Ja. Ah, ik hoor meteen popjes erbij. Ja, zo voelt het wel echt meer als een Mini, hè? Klopt. Maar dat was een en al ellende, ja, zeg een maar. En al ellende. Ja. Een boel geld gekost. En toen kreeg ik mijn eerste echte baan, zeg maar. Grote mensenbaan. De grote mensencenter. Ja. Nou, en dan bij een autobedrijf met super mooie bolides. En dan begint het een beetje te kriebelen. En toen moest ik 3000 kilometer elke maand rijden. Toen dacht ik van ja, ga ik dat doen met een auto die eigenlijk niet heel betrouwbaar is. En waar ik gewoon elke drie maanden oliebeurt moet uitvoeren, of ga ik een andere auto zoeken. Een andere auto gezocht, deze gevonden in Duitsland. Zelf opgehaald, helemaal in München. Lekker tripje meteen. Ja, zeker. 22 uur onderweg geweest. Oh, gewoon even één dag op en neer. Ja, mijn pa heeft daar, heeft daar eigenlijk de hele tijd gereden. En dan had ik deze. Ja, gaaf. Het is, hij is wat volwassener, de derde generatie. Ja. En dat was de tweede ook al ten opzichte van de eerste. Maar daardoor ook wel wat fijner als je gewoon over de snelweg naar je werk rijdt. Ja, dat klopt zeker. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat in die tweede generatie ook nog wel weer gradaties zitten van comfort. Mijn vriendin heeft een R56 JCW. Dus die is ook helemaal mini gek. Daardoor heb ik haar ook leren kennen. Dat weet je meteen, hè? De gedeelde hobby. Klopt. En bij die auto merk je dat als je op de snelweg een bepaalde snelheid rijdt, 120 of zo, dan heb je echt een hele dikke resonantie. Daar word je helemaal knettergek van. En bij mij vorige had ik dat dan weer niet. Ja, dus. Ja, het ligt er wel wat voor uitlaat je hebt en wel of niet middendemper en zo. Ja, klopt.
best druk op onze dijkweg. Ja, het is jammer dat iemand verloren heeft. Ja, het gaat zo keren. Dus dan weten we in ieder geval zeker dat we er niet meer achter rijden. Maar dan nog, hij is wat volwassener deze, maar het is ook gewoon wel een mooi platform. Gewoon weer meer BMW-invloeden. Dus ja. Je voelt ook dat hij gewoon, ook qua sturen en zo, dat is echt nog steeds heel erg goed. Klopt. Ja, ik heb in de loop der jaren heb ik wel gekeken naar zo'n F56 met de handbak. En daar vond ik het helemaal niet fijn als hij dan het automatisch tussengas gas gaf. Ah, ja. Ja, dan kan je dan weer uitzetten als je de tractiecontrole uitzet. Maar dan moet je niet altijd. Nee, moet je altijd tractiecontrole uitzetten. En toen vond ik hem weer een tijdje te groot. En een beetje te twijlerig rijden. Ja. Toen op een gegeven moment in Martijn's auto gereden. Die is hier ook. Dus ik weet niet wanneer het geüpload wordt, maar anders komt het nog. En, wat rijdt hij? Nu heeft hij een Mini GP3. Ja. Dus dat is ook wel lekker hardcore. Maar toen reed hij een JCW met een ander onderstel. En toen was ik eigenlijk verkocht. Nou, een jaartje later deze gekocht. Het moest wel altijd een Mini zijn. Ja, ik heb ook al naar andere auto's gekeken. Stiekem nog naar een Golf R. Maar dat vond ik niet helemaal bij mij passen. Dat rijdt over het algemeen een bepaald type mensen in. En ja, ik vind een Mini dan toch wat leuker uitzien. Ja, niet al te veel clichés, maar dat soort mensen zie je dan weer niet in een Mini rijden, nee, inderdaad, exact. Die s'avonds laat in een Golf R rijden. Klopt. Ja, ik vind het een hartstikke mooie auto, het rijdt ook super fijn, maar het past gewoon niet goed bij mij. Nog naar een Hyundai i30N gekeken. Ook heel leuk. En zo'n Smurf blauw. In Duitsland heel populair, in Nederland zie je ze bijna nooit. Klopt. En een oude collega van mij die werkte bij Hyundai en daar een keer mee gepraat. Maar toen toch maar niet de overstap gemaakt naar zo'n i30. Want voor hetzelfde geld als wat ik voor deze heb neergelegd, kon ik een i30 kopen zonder opties, zeg maar. Ja, nog wel duur gewoon. Ja, klopt. Dus dat wilde ik niet. Ja, je voelt wel dat hij al meer koppel heeft dan een standaard JCW. Nou, hij rijdt ook sneller dan in de standaard JCW. Oh, dat heb je al een keer vergeleken. Ja, klopt. Dat krijg je als je vrienden met minis hebt. Klopt, ja. Dus, het onderstel is ook wel mooi hoor. Toevallig weet ik hoe een standaard JCW rijdt. Het is echt wel een heel stuk minder dan dit. En wat al zei, het voelt gewoon een mooi platform dit. Ja, dit voelt wel als een volwassen auto. Ja, maar niet te. Het is wel nog steeds dat mini gevoel. Ja. Helpt ook wel je uitzichten zo en alles om je heen. Maar... Ja, lachen man. Ja, hè? Dit gaat weg. Dit is er al niet meer. Nee, klopt. Minis die een beetje herrie maken en zo. Klopt. Ja, je hebt tegenwoordig die minis met OPF. Ja, GPF, mijn wederhelft heeft er net een gekocht. Dat klinkt niet zoals dit. Nee, zeker niet. Klopt. Klinkt niet slecht, maar niet meer als... Een mini, of wat je verwacht bij een mini. Nee, dus op zich snap ik dat het moet voor het milieu en zo, maar ja, de hele beleving gaat wel wat achteruit. Ja, je ziet veel merken daarmee worstelen natuurlijk, maar weet je, toen bij Mini, toen het kwam, 2018 of zo, was ook echt zo'n intern service bulletin van, joh, let op, klanten komen binnenkort klagen dat ze het gebrul en de pops en bangs missen. Ja, ja, en er zijn mensen met een GP3 bijvoorbeeld, dus die wel een uitlaat wilde aanpassen, maar als ze dat dan zouden doen, dan de garantie kwijtraken. Ja, dat zijn met jonge auto's, zit je al meteen met garantie. Ja, exact. Dus er zijn volgens mij tegenwoordig wel wat mensen die een uitlaat hebben vervangen, ook voor een Remus of JCW Pro. Klinkt wel leuk. Maar het kan, ja. Ja, maar die knallen, zoals dit, dat heb je niet meer. Nee. Nee, we hebben veel pop- en bang-inflatie tegenwoordig. Ja. Maar iedere gechipte Golf heeft dat. Maar bij Mini mag het. Ja, dat hoort er toch wel gewoon bij. Het is al fabriek, hè? Dus. Ja. Kijk, mijn broertje die heeft een Volvo C30 T5. Ja. Met een dikke 300 pk. Nog gaaf. Dus, die motor is ook wel heel gaaf. Vijf cilinder in een hatchback. Ja. Volgens mij zag ik hem net ook aankomen rijden bij. Dat is niet mijn broertje, maar wel een auto. Ja, dat is iemand met een C30 Klopt. Vandaag. Ik zag hem ook. En die heeft een maand geleden zo'n Pops & Bang tune laten schrijven.
Ja, en nu dus... is hij verbannen op het Volvo Forum? Nee. Oh. En over het algemeen wel iets oudere doelgroep. Ja. Nee, die, het klinkt hartstikke leuk, maar het is zo asociaal eigenlijk. Kijk, en dit is wel lekker. Je klikt hem in normale driving mode. Ja, en je maakt... Je hebt geen pops of bangs meer. Dat hebben ze ook als je hier op zo'n rustige dijk is het leuk. Ja. En als je gewoon door een woonwijk... Als je pops en bangs in een woonwijk vindt niemand cool. Nee. Niemand vindt je gaaf als je dat doet. Nee, en ook... Ja, mensen die associëren het ook direct met hard rijden. Ja. Dus je hier 40 mee rijdt en... Ja, het probleem wat motorfietsen hebben. Het exact. Klinkt alsof je heel hard rijdt, terwijl dat niet per se zo is. Klopt. Nee, maar op zich... Pops en bangs vind ik altijd wel leuk. Ik zeg, hoort wel een beetje bij zo'n mini JCW. Klopt. Hey, en verder nog wilde plannen? Het is een mini, dus die is nooit klaar. Je ziet altijd weer iets nieuws op een meeting. Ja, je hebt hier zit dan ook nog een Maxton spoiler op, dacht ik. Ja? Je hebt zo'n GP spoiler. Is hartstikke leuk. Ja. Dat zou ik ook best wel willen. Duur waarschijnlijk. Ja, is wel duur. Ja. Moet ik weer ergens een standaard... Cooper spoiler vandaan te overen. Bovenop het dakrandje. Ja, dus dat ga ik allemaal niet doen. Ik vind het mooi zoals hij nu is. Hij is ook gerapt trouwens. Hij is PWF Olea Green. Heeft wel gave kleuren. Ja, super gave kleur. Sprekende kleur groen. Ja, als hij in de zon staat is hij een beetje goudachtig. En in de schaduw is hij zwart. Dus super blij mee. En hieronder is hij rood. Dus misschien ook ooit... Ook gaaf rood, hè? Zeker, super mooi. Ja, misschien trek ik ooit die rap er vanaf. Maar... Gewoon dat het zo leuk is. Ja. En je kunt hier nog zo'n digitaal paneel van de LCI. Ja, ik wil het wel. Dat vind ik wel mooi. Ik kan facelift koplampen monteren. JCW sportstoelen. Kan ik ook doen, maar die zitten minder fijn. Ik heb gekeken naar van die Recaro pole position stoelen. Ja. Duur. Duur. En voor even dagelijks verkeer niet echt geschikt. Geen stoelverwarming meer. Nee, klopt. Ja, er zijn mensen die het super belangrijk vinden. Nou ja, goed. Nee, dus ik heb niet echt wilde plannen. Wat ik dan doe, dan verkoop ik hem en dan koop ik wat anders leuk. Ja, maar wat wordt dat dan? Ja, wat wordt dat dan? Een elektrische mini? Nee. Dat komt nou die nieuwe, zonder wielkastbogen en zo? Nee, ik denk iets met een achterwielaandrijving. Nou, dan zie je toch wel vrij snel aan een BMW te denken. Ja. Dus, veel ex-mini-rijders zie je toch BMW en Porsche rijden. Ja. Of die gaan eerst BMW, dan Porsche. Ja, ik wou het zeggen. Als het een Porsche zou kunnen zijn, dan graag. Oh ja, dat aspect met de centen. Ja. Wie kent het niet? Ja, of zo'n 996. Ja. Ja, ook gaaf. Zeker gaaf. Nou, ik had het laatste plan bedacht. Mijn vriendin is het tegen. Oh jee. Je bent nu al een goed plan. Ja, dat is een zo'n oude Cayenne van de eerste generatie. Ja, die is heel betrouwbaar. Ja, heel betrouwbaar. Ja. Wel zo'n 4,5 liter. Kun je wel als youngtimer rijden. Ja, en ander onderstel, verhogen, grote of roodbanden erop. En daktent erop, en gewoon daar lekker mee op vakantie gaan ofzo. En dan na de vakantie gaan we even kopen. Ja. Of er dagelijks mee gaan rijden. Nee, stallen. Cayenne op terreinbanden, dat klinkt wel als een onzuinige hobby. Zeker. Nee, je voelt wel die in zijn heen krijgt hij het niet meteen weg. De banden niet super warm nu. Lekker agressief is hij. Ja, rijdt top. Ja. Dat is toch vaak wel ook aan tunen. Dat en meer vermogen en hoe het vermogen eruit komt. Ja. Dus voelt wel gewoon lekker aan. Dat is nog wel bijvoorbeeld misschien semi-slicks. Oh, ja. Ik heb een maatje van mij die heeft een R53. Die rijdt er niet echt dagelijks mee, maar op zich wel redelijk veel. En die rijdt op semi's en dat is prima te doen. En je hebt gewoon veel meer grip. Ik heb een R53, eigenlijk omgehouden R50, waar ik niet dagelijks in rijd met semi-slicks. En dat is inderdaad wel aardig te doen, maar dus wel met dit weer. Ja, zeg maar boven de 15 of liever nog 20 graden en droog, dan rijden ze wel warm inderdaad. Maar als je gewoon naar je werk op een natte snelweg, dan moet je er wel constant om denken. Ja. Ik heb ooit ook een Megane RS gehad met niet helemaal semi's, maar wel hele agressieve banden. Dat is wel wielspin in z'n vier op nat en zo. Ja, dat is grappig, maar ook weer niet altijd wat je wil. Nee, snap dat ik. Dat is gewoon Pilot Sport 5's of Goodyear Eagle F1's. Dus dan voor een straatauto
Eigenlijk wil je het allebei, hè? Ja. Voor de zomer semi-slicks en dan voor de rest. Ja, ik heb een hele mooie winterset er ook bij. Dus, wissel je gewoon wat eerder. Klopt, ja. Oktober, hè? Of september. En dan in juni naar de semi-slicks. Ja, het is wel gaaf. En inderdaad, dan als je een beetje warm, dan krijg je je vermogen wel lekker weg. Klopt. En vaak hele harde wang, dus nog wat meer stuurgevoel. Maar ook veel bandengeluid eruit. Zeker als je geen achterbank hebt, dan dat klinkt ook als terreinbanden. Ja, op zich heb ik er niet heel veel moeite mee. Bel je wel eens in de auto? Nou, niet nou, ik wil zeggen, dan ook niet meer. Een stuk minder. Maar het is sowieso leuk om een keer geprobeerd te hebben. Zeker. Dan kan de conclusie ook zijn van dat het niet veel toevoegt. Maar dan weet je het in ieder geval zelf. Klopt. Ja, weet je wat ook leuk is? Er is in Nederland zo'n community met mini-gekken, noem ik het. Zeker. En als jij een onderdeel hebt en dat wil je kwijt, je zet het op Facebook of Marktplaats. In principe is het een levendige handel. Ja, en er zijn mensen in Nederland die zijn zo knettig. Kunnen als Jorrit moet met een mini. Mensen zijn zo mini-minded. Yep. Ja, die voor hun houdt het nooit op met modder. Dat is dikke prima. Ja, ik was echt de community zo uitgebreid dat je je partner er gevonden hebt. Dus, Ik had toen dus mijn eerste mini, dus ook een R56S, heel veel kosten aan gehad. Ook dat is wel, die kans is groot bij een oudere mini. Ja, een litertje olie op 1500 kilometer. Dat hoef je ook nooit te verversen, want het spoelt gewoon door. Klopt, ja. En mijn vriendin die zat ook in zo'n WhatsApp groep of zo. Toen verkocht ik eens een keer wijn voor het goede doel via mijn moeder. Ik denk eens even in die groep proberen, dat is zij wijn gekocht. En, zo doen we. Ja. Zo kan het lopen. Ja. En nu kunnen jullie samen een mini klachten met elkaar delen. Oh, hoeveel olie heb jij erbij gegooid? Hè? Ja. Ja. Misschien moeten we samen bestellen. Nou, dat is wel gaaf. Klopt. Ja, dat mis je natuurlijk wel als je een ander merk gaat rijden. Ik ook al, maar ik bedoel, als je broer met zo'n Volvo, dat is toch een heel ander soort club waar je terecht komt. Ja, klopt. Over het algemeen zijn het gewoon andere mensen. En dan moet ik zeggen dat in de mini-gemeenschap, community, zeg maar, daar loopt het ook wel heel erg uit. De hele hippe mensen en auto's en je hebt de hele traditionele mensen. Ja, het loopt ver uit elkaar natuurlijk. In het begin moest je een auto van toen 30.000, 35.000 euro kopen als entreekaartje. En nu kun je een 20 jaar oude mini van 1500 piek. Klopt. Kun je ook naar de mini-club en je hebt ook mensen die kopen een nieuwe JCW van meer dan 50.000 euro. Dat trekt toch wel gewoon andere mensen aan, inderdaad. Ja, dat is ook wel het leuke eraan, dat iedereen die heeft toch wel weer wat met zijn auto, wat de andere. Ja, er zijn geen twee minis hetzelfde inderdaad. Nee. Als je op een meeting een rij mini ziet, dan iedereen heeft wel een ander spoilertje, ander kleurtje, ander frutseltje. Ja. Ja, dat blijft wel leuk. Of dan heeft iemand met zo'n R53, die heeft dan weer een andere, ik weet niet hoe dat ding heet, vertanding of zo erop gezet. Jij had toch laatst ook iets zijn? Ja, zeker. Ja. Alles gedaan. Andere versnellingsbakken, vliegwiel. Altijd wat te doen. Nou, en dan gaat het daar weer over. Oh, merk je verschil? Ja, merk wel verschil. Nou, moet ik dat ook maar eens proberen. Ja, het is heel besmettelijk natuurlijk. Hè? Dan zie je weer iets wat iemand anders heeft. Dat je zegt zo'n spoiler of zo. Ja, lachen. Klopt. Ja, met een mini ben je nooit klaar wat dat betreft. Wel deel van de hobby. Nou, kijk naar dit exemplaar. Hè? Hoe die ooit uit de fabriek is gekomen. Ja. Hoe die er nu bij staat. Ik heb wel een foto van hoe die ooit is begonnen. Ik weet niet of ik dat op kan sturen. Nou, zeker. Als we wel tijd hebben, dan plakken we hem hier even in. Dat zou ik straks wel even doen. Ja. Ja, het was gewoon echt een standaard Coupe S. Ja. Een soort kappersauto wordt dus voor me gezegd. Ja, ja, is het ook. Ja. Naam dit je haar al zo goed op. Ja, speciaal gestyled. Ja, lachen. Leuk man. Leuk om even een rondje te mogen rijden. Ja, geen probleem. Stuiten hier de straat weer in. Als jij nou ook iets gaafs hebt, mag van alles zijn. Hè? Oud, nieuw. Maakt ons allemaal niet uit. Meld je even aan. URL hieronder. En bedankt voor het kijken. Hoi hoi.